Ik kan het gewoon niet geloven. Dankje! Dan ga ik naar Michelle Obama. De nieuwe eigenaar van Fred Le Bretonnière. Ja. Oh, ik zit echt te fucken. We zijn weer op kantoor. Ik heb weer een make-uploos hoofd. Ik word echt met de dag gelukkiger, want mijn nieuwe stoelen zijn dus gebracht vrijdag. En ze zijn zo mooi. Ik kan het gewoon niet geloven. Nu is Jordi nog een heel leuk bijzettafeltje aan het in elkaar zetten. Of zoals Evie zegt, heitje voor kawaitje be like. En dit is ook zo mooi. Hey beestje. Hoe blauw zijn jouw ogen vandaag weer? Vandaag zijn ze extra blauw. Oh. Ik had meestal op Blue Monday. Dit is zo leuk met rotan en hout. En hoe goed past het ook bij dit hoekje met dotan. Zo pretty wordt dit. Dit is wat ik vandaag aan heb. Een zwarte trui, printrok en een soort van motor cowboy boots. Lekker aan het interieur stylen. Zo'n mooi hoekje er weer bij. Hallo, nee. Ik ben op de Linda redactie. Hoezo gaat het vast toch? Met laat zingen en chocolade. Oh, vind je zo zwaar. Heel lekker reepje. Heel laag. Weet je het? Ja. Vitamine 1 met Linda Meidensquad! Lieve trekt niet. We hebben net een heel feestelijk diner gehad en optreden van Naas en Umberto en Lieke die waren het aan het hosten. En toen werd Rochelle gewoon benoemd als nieuwe CEO van dit miljoenenbedrijf. Wat echt gestoord is, want ze is 28 en deed me heel erg aan Dynasty denken. Ze lijkt zelfs op de hoofdrolspeelster in Dynasty. Fascinerend. Morgen. Ik ben me even aan het opmaken terwijl ik ook mijn vlog aan het afmaken ben. Even aan het multitasken. Oh, het blijft zo raar om jezelf terug te kijken op een scherm. Ik denk echt, wat doe je allemaal met je hoofd en waarom praat je zo? Maar goed, in de achtergrond trouwens mijn keuken die echt wel aan een update toe is na 13 jaar. Dus morgen ga ik kijken bij een hele leuke partij. Ze allemaal Scandinavische, maar ook betaalbare keukens hebben. En nee, het is niet IKEA. Heel veel zin in. Ik ben helemaal in die lente opruim renovatie vibe. Als je daar trouwens geen balinteresse in hebt, laat het me ook even weten. Want het komt nu wel regelmatig voorbij in mijn vlogs. Daarna ga ik snel naar kantoor. Dan moet ik echt administratiedingen doen waar ik geen zin in heb. En in de avond ga ik naar Michelle Obama samen met de winnares van deze Linda Meijden contest. Het was natuurlijk eerst in Parijs en toen werd dat gecanceld en nu is het vanavond in een Ziggo Dome. Heel veel zin in. Oh, ik ben op kantoor en ik heb iets heel leuks. Favorite delivery ever. Ik had dus gepost dat ik allemaal kleine cola blikjes in mijn koelkast had staan. Toen kreeg ik een heel leuk bericht van een... Ik weet eigenlijk niet of het een... merkbureau of PR-bureau of een winkel is. Die dus heel veel hele leuke drankmerken hebben. Waaronder Yaya Kombucha, wat ik altijd drink. Hebben jullie wel eens gezien. En mijn lievelings iced tea. Charity iced tea green. Ik hou gewoon van die hele heldere smaken. Bijna, ja, gewoon typische smaken. Iced tea green smaak. Kombucha naturel. Heerlijk. Dus ik ben zo gelukkig. Ik ben de hele dag dit aan het drinken. Dit is trouwens wel een topmerkje ook. Want zij doneren ook aan lokale communities waar ze produceren. En... het is fair trade. Dus dit vind ik sowieso een goeie. Jo, die is ook helemaal blij. Heel snel heb ik langs huis. En ik heb besloten mezelf te trakteren op lekker friet en kipcorn. Ik had er al weken zin in en ik dacht, doe het. Super zin in. Nou, we zijn er hoor. Hallo. Vol aan het glimmen. We hebben de rij overleefd en we hebben zoveel zin in. Het staat echt helemaal vol. Ik ben zo excited. 17.000 kinderen hierin dus. We zijn maar één van. Michelle, we're coming for you. Zit hoor. We zijn dus helemaal matching met elkaar, met mooie jurken. Die lampen komen. It was as if there was some cartoon version of me out there wreaking havoc. A woman I kept hearing about, but didn't know.
A too tall, too forceful, ready to emasculate Godzilla of a political wife named Michelle Obama. I tell my story everywhere I go because I'm proud of where I came from. We'd taken two young girls who hadn't chosen this life, and without thinking it through, we fed them into the mob. That is utter nonsense, as I found, because there are all kinds of affirmative action that happens. It's a word that's become a dirty word in the United States, affirmative action. And associated with people of color. Exactly. It's associated with people of color like me who don't belong, but the standards are, they're fudged a bit. Mm. That's what every other kid looks at a black kid or a brown kid or a woman and says, maybe you don't belong here because the rules were bent for you. Only for me to find out that, oh, there's all kinds of affirmative actions in elite places. They're bending rules all over the place. In order for universities and places of work to be vibrant and thriving and representative, yes, it requires a whole bunch of people who look a certain way, not just somebody who scored a certain way on a test. That only measures one thing in a person. So I believe in the power of affirmative action and diversity of all kinds, because there's no one way to have a vibrant and important conversation. It wasn't just the 8 years in the White House, it was just my growth as a woman, you know? I mean, sometimes it takes us as women a few decades for us to realize we actually know something, you know? Because we live in a society where men and youth are power, right? So when you become an older woman, you know, and older is like women in our 50s, right? We are the wisest and the most confident that we will ever be at that age. Jou toch? Was nice. Hoezo? Hoezo niet? Ik ben toch niet je persoon? Het is ochtend en ik heb 's nachts een call gehad, dus ik ben een beetje sleep deprived en we gaan nu naar een workshop van Nespresso waar Jordi en ik allebei mee samenwerken en ik hoopte dat ik bij hem op de fiets mocht, maar het zit er niet in. Broedmelk nou met koffie, dus we hebben het eigenlijk omgedraaid waar we eerder altijd keken naar, oké, we hebben een koffie gemaakt en wat doet hij nou als we daar melk bij gooien, hebben we het nu omgedraaid. We zijn hier dus in het mooiste huis wat ik in de tijden heb gezien, echt belachelijk. En ik leer allemaal nieuwe dingen over koffie. Emma is er ook! Hallo! Hij gaat nu specifiek lessen over wat je met koffie met melk doet. En ik hoorde bijvoorbeeld net dat je je melk zo koud mogelijk moet zetten, omdat hoe langer het wordt om op te warmen, hoe meer het schuimen. Heeft iets met eiwitten te maken of zo. Die zitten bijvoorbeeld minder in havermelk. Dus daarom is het zeker als je geen koemelk hebt, zoals ik, extra belangrijk dat je melk koud zet. En we hebben net gehoord dat er 3 nieuwe smaken zijn die speciaal voor koffie met melk zijn. Dus ik spaar helemaal in mijn moment. Zo mooi, die verpakkingen. Oh. Dit is ons nieuwe huis. Hier wonen nog geen kinderen, denk ik, nee. Jawel. Echt? Nou, ik zei dus. Die kist, die hebben het hier hartstikke naar hun zin. Nou ja. Ik ben met Lena op weg naar Brabant. Omdat we langs gaan bij de nieuwe eigenaren van Frette La Bretonnière. Om te praten over hoe een vervolgsamenwerking eruit kan zien. En sorry, we zijn waar zijn we? In de McDrive? In de McDrive. Is toch ook top? Dan pakken we dat en dan gaan we buiten zitten. Ja, oké. Okay. Is goed. Maakt voor het proces ook niet uit of we het hier bestellen of binnen. Nee. Toch? Sorry. Maakt niks uit. Ja, om dus te kijken hoe we... Zij zijn ook heel enthousiast over deze collectie. Daarom hield ik het tasje even net naar boven. Ik ging dus eigenlijk nog naar huis om me om te kleden, maar ik heb toevallig een zebra aan en dit tasje bij me, dus ik zit helemaal on trend. Dat is wel echt heel leuk en heel goed nieuws en ik hou jullie natuurlijk heel erg op de hoogte. Jullie hebben heel veel berichten gestuurd en mails en apps en DM's en dingen. Het ziet er op zich wel optimistisch uit, maar goed, ik heb nog nooit zo'n situatie meegemaakt en ik kan het moeilijk beoordelen. De indruk die ik in ieder geval nu van de nieuwe eigenaar heb is heel stabiel en heel positief en dat is super fijn ook gewoon voor de mensen die daar werken en dat gun ik ze gewoon heel erg, dus ik ben heel benieuwd eigenlijk. Jij? Heel benieuwd. Lena is mijn agent trouwens, voor degenen die het nog niet weten, en ze is echt een kei daarin. Lena heeft alles in Excels voor mijn hele leven. Oh, we moeten nu iets bestellen. 1 seconde. Oh, wat neem ik? Ik denk een mijn croquette en nuggets. Oh. Ja, ik toch wel een Big Mac.
een burgertje. Ik vind de smaak van nuggets gewoon heel lekker, maar ook wilde ik een burger, maar ik had ook gewoon een 1 euro burger kunnen bestellen in plaats van een Big Mac. Ja. Oh, ik zit echt te fucken gewoon. Oh ja. Heb jij maar... Ja, ik heb een portemonnee bijna. Dus dat? Ik heb dus gisteren ook friet gegeten. Ik heb echt van die fases. Als ik dan eenmaal in mijn ongezonde fase zit, dan boeit het me ook niet meer. En dan moet ik me echt even herpakken. Maar ja, gezond leven is ook een lange termijn strategie. Dus als je soms even een paar dagen iets anders doet, dan vind ik zelf geen probleem. En ik heb superveel gesport, dus ik ben helemaal oké. Okay. Hebben jullie de film The Founder gezien? Over de oprichters van McDonald's. Vond ik zelf echt een briljante film. Te kijken op Netflix, geloof ik. Ja, het is echt geweldig. Pepero, dacht ik. Ja? Ja. Hey, het is super lekker warm. Zonnetje buiten ook. Wij gaan eten bedoelde. Mag ik hopen, ja. Super lekker warm. Super lekker warm eten. Oh, een heel leuk busje staat hier. Wij zijn nog nooit samen in Brabant geweest. Oh, mijn god. Is leuk. Geldermalsen. Worstelbrood. Geldermalsen vind ik ook een geweldige naam. Waar we nu zijn. In ieder geval, na deze afspraak ga ik nog door naar Amsterdam. Naar een afspraak bij Kwik. Yum! Echt lekker! Goedenavond! Het is 7 uur en ik sta nu bij Kwik voor de deur. Waar ik even oriënterend onderzoek ga doen naar mijn nieuwe keuken. Zo spannend, ik heb er zoveel zin in en dit gaat gewoon eindelijk gebeuren. Ja, heel benieuwd. En ik denk dat ik het gewoon best wel clean wil houden. Wit, strak, misschien wat marmer of een toffe terrazzo of zoiets. Omdat een keuken volgens mij gewoon tijdloos moet zijn. Dat zit er 10, 15 jaar, weet ik hoe lang in. Misschien gaat het wel naar een nieuwe eigenaar. Ik wil gewoon dat het strak is. En ik heb natuurlijk niet een heel groot huis, dus het mag niet te bepalend zijn. Little friend. Wat is dit? Ik ben nu aan het kijken naar een witte keuken met een wit marmeren blad. Ik voel wel iets voor een strakke keuken. Dus nieuwe 30's die ik in ga. Er hoort gewoon een moderne grown-up keuken bij. Dit is Steven zo weer. Hallo. Hey Steven, handen van Steven. Oh, dit is opeens echt een kleurverschil wel, ja. Inmiddels 2,5 uur bijna verder. Maar het is gewoon heel gezellig. En we zijn nu in een soort... Sims Plus beland. Kijk even mee. Geheim plannen. Goedemorgen, ik ga snel rushen naar een afspraak die ik heb met Jamie. En het is super lekker weer. Dus ik heb een nieuwe jurk aan voor de gelegenheid. Ik ben met videoredacteur Merel. We hebben al bijna een soort blazerhaven. Het is een thema. Ik weet niet of Jamie het ook aan heeft. We gaan met haar praten omdat er een leuk ideetje was voor een videoserie op het Linda Meidenkanaal. En we zijn sowieso met veel vernieuwing en verandering bezig. Omdat we Instagram, YouTube en de tijdschrift eigenlijk iets meer integraal willen maken. En willen zorgen voor meer samenhang. En dat de waarde en de boodschap van het tijdschrift across the board overkomen. Dus ik ben ook heel benieuwd van wie jullie fan zijn en wie jullie graag ofwel in het blad willen zien of in een videoserie of als host voor een project op YouTube of wie je meer op Instagram wil zien. Kortom, wie geloof jij, vertrouw jij, vind je tof, vind je grappig en wil je zien op een manier die je misschien nog niet ziet op het eigen kanaal van die persoon. Dat vind ik echt heel leuk om te weten, dus laat het me even in de comments weten. En ja, dat een beetje. Ik ben heel erg into deze knop trouwens, want dan hoef je haar verder niet te doen. Wat, dat brutale of het... Ik ben met Evie, die komt even langs mijn huis. Hallo! Hallo! Je staat nu in een tegenlicht, maar ze heeft iets heel leuks aan, want ik even ga vastleggen. En we hadden het erover dat ik laatst dingen op de koelkast aan het zetten was. En dat Evie toen zei, ja, maar ja, daar kan je toch niet bij. En dat ik toen zo hard moest lachen en zei, oh, dit is echt brutaal, maar ook waar. Nice. Dit heeft ze aan. Cutie pie! Wat is dit voor heerlijke, ja, leuk, gehaakte jurk. Ja? Ja, heel chill. Ik dacht, een love it. Love it. En dan leuk tassie. Tassie. Een soort van festivaltasje. Ja, een beetje festival look. Ja. Toch? Ja, nice, nice, nice. Oh, lekker. Lekker? Zou het zijn? Lekker. Hi. Hi. Vlogwereld, Diana. Vlogwereld. We zitten op het terras. Met... Vulpenen. Dank je. Maar nou hetzelfde? Ja. Oh. Oh, hè? Huh?
Ik heb dat helemaal niet besteld. Hey, Leen! En ook Jordi is hier. Oh. Yay! En ook de witte ballen zijn hier. Yay! Ah, ben je net aan het vis? Ah. Zullen we wel... Nee, ik wil nu nog heel kunnen. Oh. It was a great journey. Morgen, het is vandaag zondag en we gaan ieder moment naar Roosendaal. Omdat mijn oma, Nel, die wij ook wel Young Nel gingen noemen, 90 wordt. Echt heel cute. Mijn opa is al 92 geloof ik en ze wonen dus gewoon nog op zichzelf. Dus echt heel, heel lief en romantisch. Ze kunnen niet... super actief in mijn leven. Ze kunnen niet meer zelf echt makkelijk naar buiten of zo. Mijn opa loopt elke dag een half uur van de woonkamer naar de slaapkamer. En dat is dan zo'n exercise. Vindt hij heel belangrijk. Hij was vroeger gymleraar. Heb ik overduidelijk niet de skills van overgenomen. En nu ga ik even snel langs de Bijenkorf om een cadeau te halen. En ik wilde kijken of ik snel deze look even voor jullie vast kon leggen. Ik heb een jurk aan van The Range heet het. Volgens mij hebben ze allemaal een soort basics met een twist. Niet heel goedkoop, maar wel van die items waar je dan één goede van hebt. Zoals dus deze ribbel hier. Jordi heeft een kater. Zijn we dan in Rozend? Fashion-icoon Kirsten van den Berg. Ik heb mijn gele fanny pack Tashana gegeven. Even een showtje. Ik ben helemaal fanny pack van. Ik heb deze gekregen in Amerika, maar ik zag Kirsten met een fanny pack om. En toen dacht ik, zij gaat dit echt super veel dragen. Bewijs ook dat ze meteen heeft aangedaan. Dus dan vind ik het leuk om het aan haar cadeau te geven. Gezelligheid. Mama, wat maakt het leven rijk? Dat zijn niet de spullen die je koopt. Dat gaat niet over hoe hard je werkt of het geld dat je hebt. Wat echt geld is dat je van betekenis bent voor anderen. Dat geeft betekenis aan je eigen leven. En nu 70 jaar later, Nel, kun je nog steeds iedereen bekoren. He, de boys, Bas, Emiel, Milan. Guys, het is weer een nieuwe week en ik ben weer vergeten een afsluiter te filmen. Dus bij deze ga ik een einde maken aan deze vlog. Volgende week weer een hele leuke nieuwe online. Komt die op zondag of op vrijdag is? Vrijdag. Vrijdag, rond 5 uur. Daarin zie je onder andere een hele spannende, leuke, grote ontwikkeling in mijn en Jordi's relatie. Nee, we gaan niet trouwen, maar het is er niet ver vandaan. Oké, dat is misschien too much. Een nieuwe Chanel tas. Wat? Hij is roze. Ik ga afspreken met Kim, met Anna. Wat gebeurt er allemaal nog meer? Ik ben het voorbereiden voor mijn schoenencollectie launch die nu al bijna is. En verder gewoon heel hard aan het werk. En we hebben een prijs gewonnen met Zinle Meiden. Nou, als dat geen introductie is, weet ik het ook niet. Vergeet niet even een thumbs up te doen en een commentje achter te laten als je dat leuk vindt. Dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Doei!